question. Tell me what you think about me. I buy my own diamonds and I buy my own rings. Want voor ons is eigenlijk het allerbelangrijkste van, ja, werkt bedrijf of vrouw voor jou? En ja, dat ervaar je het beste door gewoon een keer mee te doen aan de activiteiten. Van wat we al gedaan hebben de afgelopen 10 jaar. Dat kunnen jullie dus op de website opzoeken. Wat wij ook echt hebben gedaan de afgelopen 10 jaar is luisteren naar de behoeftes van bedrijven en vrouwen. En daardoor hebben we ook een aantal programma's en nieuwe activiteiten georganiseerd. Ook dankzij Stadsdeel West. In het eerste jaar van de komende 10 jaar 5 producten of programma's gaan aanbieden. Dat zijn netwerkbijeenkomsten zoals deze komen in informele ochtenden. Dat was ook eigenlijk een behoefte van verschillende vrouwen, dat er geen activiteit is, maar gewoon een plek waar je binnen kunt lopen en met andere vrouwelijke ondernemers in contact kunt komen. Dan hebben we het programma Boost Your Business, waar je dus als gevestigde ondernemer een boost kan krijgen en opnieuw kan kijken naar je doelgroep, naar je markt, naar je positionering. En we hebben Back to Business, omdat we kennelijk ook een aantrekkingskracht hadden op vrouwen die een eigen bedrijf willen starten. En als laatste de online sprekingen die we eigenlijk gestart zijn tijdens corona. Hartelijk gefeliciteerd. Ze heeft, jullie hebben echt een enorme, enorme stappen hebben jullie gezet in de stad. Nou, daar wil ik je voor bedanken. Mag ik een applaus? En ik weet nog wel dat we vaak met elkaar spraken. En in die periode vonden sommigen dat emancipatie was af. Wat we nog een beetje moeten, zei die meneer, is allochtone vrouwen inburgering geven. En voor de rest is het wel klaar. Dat is echt letterlijk zo gezegd. En alles behalve dat, los nog van het feit dat de vrouwen over wie hij sprak, dat het geen producten zijn die op een lopende band zetten en een beetje inburgering bent klaar. En ook witte vrouwen hebben nog steeds achterstanden op een hele vlakken. Vanuit Stadsdeel West, vanuit mijn rol als stadsdeelvoorzitter, maar ook het hele stadsdeel is echt in ons DNA zit vrouwen, een vrouwenagenda. Wat willen vrouwen nou zelf? Waar hebben vrouwen zelf behoefte aan? En onder andere bedrijven, vrouwen heeft daar een belangrijke rol in. Het doet er dus toe. Het doet er toe. En we zagen het vooral tijdens corona. Want als er één groep was in deze samenleving die veerkracht heeft getoond, ik zeg het maar gewoon met een paar vrouwen. Vele vrouweninitiatieven die echt de bodem raakten. Al die vrouweninitiatieven is ondanks de bodem van de put, de veerkracht was zo groot, kjeng. In één keer ging het omhoog. Ja. En dat was niet alleen maar ontroerend, maar zo prachtig. En ik wil dat nooit vergeten. Ja. Al die vrouwen gedaan hebben tijdens corona, voor iedereen klaarstaan. In de vorm van een bedrijf, onderneming, maar ook een initiatief. Dus, ik ben jarig vandaag. Ja. Toen mij werd gevraagd, wil jij hierbij zijn? Toen zei ik, nou, ik zei, ik wens jullie nog heel veel jaren toe. Dankjewel. Echt heel veel geluk en liefde en ondernemerschap. Het doet er toe. Het is relevant. Zet hem op. En heel veel plezier vandaag. Dankjewel, jij ook. Dankjewel. Mijn naam is Rabea, ik ben eigenaresse van Espresso Yourself. Het is een koffiesalon in Amsterdam-West. Het is een werkcafé. Dus wat wij voornamelijk doen is werkplekken aanbieden aan mensen die tijdens de corona dus niet thuis kunnen werken, maar een koffiehuis opzoeken om daar te werken. Dus januari 2020 ben ik begonnen met verbouwen aan Espresso Yourself. Maart 2020 wilde ik open en toen kon dat niet vanwege lockdown. En wat er toen juist gebeurde was heel mooi, want je dan denkt van, oh, ik moet van alles gaan doen, want anders red ik het allemaal niet. Ik moet kip gaan verkopen of grillworst of iets. Maar dat heb ik allemaal niet gedaan, want ik ben bij mezelf gebleven. Komt allemaal wel goed. En 2,5 jaar later ben ik er nog steeds. Dus het is eigenlijk voornamelijk het dicht bij jezelf blijven. Wat wil ik? Wat is de reden dat ik hieraan ben begonnen? Moet ik koers veranderen nu al in de stress, omdat die stress van buitenaf op mij afkomt? Of kan ik nog even de stress kalmeren en dan vanuit daaruit handelen? En dat is wat ik gedaan heb. En dat voelt eigenlijk wel goed. Ja, wees gewoon lekker open over je situatie. We kunnen niet toveren. En wat ik zelf heb gemerkt, voordat ik echt voor mezelf begon, had ik een keer een burn-out of een soort bore-out gehad.
En daardoor heb ik mezelf gesteld, ik ga nooit voor 10 uur een afspraak met iemand inplannen. En dat helpt mij nog steeds heel erg, want ik kan gewoon mijn kind naar school brengen. Of nooit na te denken over wat er die dag komt. Want ik weet dat ik altijd een uur heb van 9 tot 10 om naar mijn agenda te kijken. En zelfs als ik om 10 uur aan de andere kant van de stad moet zijn, dan haal ik dat. Het kan op allerlei vlakken, mentaal, spiritueel, fysiek. We hebben ook geprobeerd vandaag in de workshops alle gebieden terug te laten komen. Nou ja, ik heb een kinderboekwinkel. Dat gespecialiseerd is in diverse en inclusieve kinderboeken. Ja. Maar wat ik tijdens corona veel gedaan, ik heb online laten voorlezen voor de kinderen. Ik heb workshops gegeven voor hogescholen, dat soort dingen en lezingen. Dus dat heb ik allemaal ontwikkeld. Waar haalde jij de inspiratie vandaan, dan wel de energie? Wat is jouw geheim? Ik vond corona wel een gedoe, maar eigenlijk ook niet. Want ik had een soort van rust. Ik was blij met de avondklok. Ik kon weer gaan lezen. Ik had weer tijd voor mezelf. En ook veel wandelingen met daarop luisterboeken. Want lezen is het enige ding wat je niet in combinatie met iets anders kan doen. Maar als je gaat wandelen, kan je dus wel een luisterboek nemen. Dus ik heb veel gelezen. En veel geschreven. Ik weet niet of iemand de Artist Way kent. Dus de morning pages, waarbij je dus gewoon 3 pagina's een soort van brain dump hebt, waar je alles wat zeg maar in je hoofd is, eruit schrijft. Nou ja, waardoor je daardoor toch ook ruimte krijgt om dingen te bedenken, dingen op te lossen. Maar ook dingen die vervelend zijn en waar je tegenaan loopt. Als je er 50 keer over hebt geschreven, dan ga je het ook aanpakken. Mensen die Artist Way niet kennen, dat is een heel mooi boek ook, hè? Dus heel laag.